Ik ben echt dood op. Ik moet in elk geval een uur voor het eten. Ik lig echt al 4 uur achter op schema, minstens. Dus ik moet echt tot vanavond door. En de hele tijd die tegenwind. Ik zit nu een beetje in de luwte, maar de hele tijd die tegenwind. Ik ben er nog lang niet. Pas dag 2. Ik moet nog tenminste 2 weken. Oh man. Mijn naam is Rijn Tinga. Jaren geleden bouwde ik een surfboard gemaakt van plastic dat ik op het strand vond. En sindsdien heet ik de Plastic Soup Surfer. Dat plastic onze natuur bedreigt, dat is inmiddels breed bekend. En toch nemen de plasticproductie en de plasticvervuiling nog altijd toe. Ook al kennen we de gevaren, we handelen er nog niet naar. In de campagnes en expedities die volgden, ging ik mij steeds meer op politiek en bedrijfsleven richten. Het zwerfafval moet verleden tijd zijn. Surfen werd deel van hoe ik actie voer. En nu stap ik op mijn surfplank voor een tocht van 550 kilometer. Om wakkere wegwerpers te werven. De Wakkere Wegwerpers Tour. Dat is het boord. Ja, die moet opgepompt. We gaan starten vandaag met de hele campagne. Dus ik ga van hier, van Maastricht, naar Schiermonnikoog suppen en windsurfen. En ondertussen gaan we langs basisscholen om hen op te roepen in de klas afval te gaan scheiden. Hoeveel bar moet die worden? Oh, bar weet ik niet precies. Ja, 18. Oh, het staat erop. 18 bar. 18 bar. Je zit nu op. Ik ben net begonnen, dus wat is het? 5. Ik wil dat jullie de macht krijgen. Jullie in staat stellen jullie ouders op te voeden. Om ervoor te zorgen dat we niet meer zoveel weggooien. En dat wat we weggooien op een goede manier doen. Zo maken we onze economie duurzaam. Tot ziens! Ja! Tot ziens! Plastic soup surfer Marijn Tinga. Vanochtend is hij op zijn subboard begonnen aan een 550 kilometer lange tocht door Nederland over het water. Marijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat en waar ben je vanochtend van start gegaan? In Maastricht, niet heel ver hier vandaan, ongeveer een uurtje geleden ben ik vertrokken. Zodra je ook maar een beetje bewust bent van plastic, zie je opeens hoeveel ervan door je handen gaat. Hoeveel wegwerpplastic er is en hoeveel je weggooit. Verreweg de meeste verpakkingen die je weggooit, is plastic. Je vuilnisbak puilt uit. Heel logisch dat de gemeente wil dat je dat zoveel mogelijk gaat scheiden. Nou geef ik vaak presentaties op scholen. En één ding viel me op. Scholen scheiden zelden hun afval. Minder dan 5% van de scholen scheidt meer dan papier alleen. Terwijl juist in de klas de basis zou moeten liggen. Hoe kun je thuis wel je afval moeten scheiden, maar dat op school niet kunnen? Afval scheiden zou een automatisme moeten zijn dat je door heel je levensloop meeneemt waar je ook bent. Door niet ons afval te scheiden, gooien we bewustwording in de prullenbak. Hoe minder we aandacht hebben voor ons afval en de verpakkingen, hoe meer het bedrijfsleven vrij spel krijgt. Nou, plekje zoeken. Ik heb vooral heel veel zin om in die tent te kruipen. Oh man, mijn rug en mijn alles echt. Vandaag van bijna 12 uur op die plank gestaan vandaag.
Ik vind dat we beter met ons afval om moeten gaan. En liever dat we sowieso geen afval maken. Ik denk dat dat goed is als je dan in de klas alvast leert hoe je je afval weg moet gooien. Dat er niet alleen papier is, maar dat er ook een bakje staat voor plastic en een bakje staat voor etensresten. En als je dan dat gaat scheiden, dan zie je hoeveel wegwerpverpakkingen, hoeveel je eigenlijk weggooit. En als je dat begrijpt, als je dat ziet, dan denk je misschien, hoe kan ik dat minder maken? En dat is waarom ik langs al die scholen ga, van Maastricht tot aan Schiermonnikoog, door heel Nederland, van het uiterste zuiden naar het uiterste noorden. Waarom is het zo belangrijk dat scholen afval gaan scheiden? En dan bedoel ik meer dan alleen papieren. Op het moment dat je dat gewoon goed kan scheiden aan het begin, kunnen we er ook meer mee aan het eind. Ja. Maar vooral ook om de gedragsverandering bij mensen eigenlijk teweeg te brengen. En dat is niet zo makkelijk als je ouder bent. Dus hoe jonger je dat doet, hoe makkelijker je begrijpt waarom je dat doet. En wij komen natuurlijk vaak ook op scholen, leggen we het uit. En dan kun je laten zien wat dit weer kan worden. Ja, en dat leeft gewoon bij kinderen heel goed. Waarom kunnen scholen niet gewoon gaan afval scheiden? Scholen kunnen eigenlijk gewoon afval scheiden. Alleen moeten ze daarvoor een contract afsluiten met een afvalbedrijf. Heel vaak is dat best wel duur. Het gescheiden aanbieden van afval is eigenlijk duurder dan het afval allemaal bij elkaar in dezelfde container restafval. Afvoeren. Ze moeten een contract tekenen bij een commercieel bedrijf om het op te laten halen, terwijl elke week die gemeentelijke wagen daar langs rijdt. Ja, en dat is heel gek en ook eigenlijk niet uit te leggen. En dat ook een kind thuis wel alles in een aparte bak moet gooien. En op school eigenlijk niet of nauwelijks. Ja. En dat, wij vinden echt dat dat moet worden opgelost. Ik ben echt hersenloos aan het peddelen. Ik ben eigenlijk nog steeds gewoon het aan het inhalen wat we de eerste dag hebben verloren. Dus. En je geeft jezelf dus allemaal soort korte uitdagingen. Dan zeg je tegen jezelf, ik mag pas drinken bij de volgende kilometerbordje. En elk kilometerbordje dat ik zie, ga ik keihard roepen hoeveel ik nog moet. Dat soort dingen. Dus ik ben nu volgens mij, ik moet nu nog 7 kilometer tot waar ik het team dan weer ontmoet. Dus dan roep ik ook, nog 7! Goed, zo ja, ik moet iets. Ik weet het ook niet. En veel eten. Heel veel regen vandaag. Ik moet toch bijna 50 kilometer. Maar dit stukje bij de Waal, ik kom net van Nijmegen, heb ik stroom mee. Dus dat is lekker. Ik ben aangehouden door Rijkswaterstaat. Wat ben je hier aan het doen? Zo'n soort gesprek. Die kwamen naar me toe om te zeggen dat het super gevaarlijk was wat ik deed. Maar wat zij deden, dat was pas gevaarlijk met die dikke boot. Tegen me aan en dan gas geven naar achter en naar voor. En dat kon ik allemaal niet houden. Ik kwam bijna onder die boot. Ja, belachelijk. Maar ik moest even geruststellen dat ik een tracker bij me had. En dat ik een safety, dat ik een soort life vest bij me heb en zo. En dat ik gevolgd word op de kant. Dus nou, toen was het goed. Nou, dit is Unilever. Unilever is natuurlijk een van de grootste vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven die hun producten moeten verpakken en dat is meestal in plastic. Het verpakkende bedrijfsleven betaalt mee aan de inzameling van afval uit huishoudens, maar niet voor bedrijven en scholen. Met als gevolg dat
scholen op kosten worden gejaagd voor de inzameling, nou ja, van onder andere plastic. En dat wil ik doorbreken. Ik wil dat het verpakkende bedrijfsleven ook mee gaat betalen voor het inzamelen van het plastic op scholen. Daarom heb ik het verpakkende bedrijfsleven, Unilever, Coca-Cola, Albert Heijn, gevraagd om 2 dagen na mijn finish in Schiermonnikoog naar Vinkeveen te komen en daar samen met de recyclaars, de andere inzamelaars, gemeentes en daar de wakkere wegwerperswaarde, eigenlijk deze campagne te ondersteunen. Want we zijn al jaren in Nederland bezig om te proberen om op die scholen dat afval scheiden meer dan alleen papier voor elkaar te krijgen. En het lukt maar niet. Ook de staatssecretaris komt langs tijdens de Wakkere Wegwerperstour omdat ze het zo belangrijk vindt. Maar zelfs zij is niet bij machten de belemmeringen voor scholen weg te nemen vanwege politieke verhoudingen en de wetgeving. Dus dit is nu alleen van jullie van een week. Moet je eens bedenken hoe groot die berg is elke week van al die scholen. Bedrijven zullen op vrijwillige basis deze afspraken met mij moeten willen maken als we dit op korte termijn willen veranderen. Het kost me gewoon enorm veel kracht om misschien 3 km per uur te halen. Dus ik probeer een beetje zo elke keer zo tussen die ribben door te gaan. Zoveel mogelijk luwte te pakken zoals hier achter zo'n ding. Maar je komt er echt, als zo'n vlaag erop komt, sta ik bijna stil. Dan ben ik alleen maar in peddelen om op de plek te blijven. Ja, gewoon wind pal tegen. Super gaat niet, er staat te veel wind. De stroom staat tegen inmiddels. Dus ja, ik zit vast eigenlijk. Staan op een surfplank met behulp van een paddle. En dan maar proberen te blijven staan. Plastic soepsurfer Marijn Tinga, die is bezig met een megatocht. 550 kilometer dus, om aandacht te vragen voor de plastic scheiden op scholen. Marijn, goedenavond. Het is een campagne dus om afval scheiden op scholen vanzelfsprekend of gemakkelijk te maken voor scholen. En wat we eigenlijk doen, is de leerlingen in klassen vragen om met een petitie, die wij dan aan hen geven, naar hun burgemeesters te gaan. Dus we maken eigenlijk een soort plastic activisten van ze, voor korte duur. Dus ik ben bezig door Nederland te suppen en wat ik wil is meer aandacht voor dat afval. En dat heb ik concreet gemaakt door te zeggen, op basisscholen wil ik dat er meer afval wordt gescheiden dan alleen papier. En dat wordt tegengehouden door regelgeving. Zou je kort kunnen uitleggen waarom het lastig is voor scholen om plastic afval ingezameld te krijgen? Bedrijven moeten betalen voor alle plastic verpakkingen die ze op de markt brengen. En dat geld wordt gebruikt om de gescheiden inzameling en de recycling van die plastics dan mee te financieren. In Nederland hebben we een soort bijzondere scheiding gemaakt tussen wat we dan bedrijfsmatig afval noemen en huishoudelijk afval. En van het huishoudelijk afval hebben we gezegd, ja, dat is waar die producenten aan mee moeten betalen. En voor het bedrijfsafval hebben we gezegd, ja, daar is het dan goed genoeg om alleen het afval te scheiden waar dan een marktprijs voor betaald wordt. Volgens mij is het idee van die producentenverantwoordelijkheid dat dat voor alle verpakking is die op de markt gebracht moet worden. Maar in Nederland hebben we die unieke situatie van die scheiding. En ja, wat ons betreft gaan we die knip opheffen. Ja, nou eigenlijk probeer ik die knip dus te doorbreken, ja, met dit project. Want ik vind, en niet alleen ik vind dat juist op die basisscholen, dat we daar zouden moeten beginnen met die waarde van hoe we met afval om, ja, moeten gaan. Nou heb ik eigenlijk een heel aantal partijen in deze tocht al gesproken. En die zeggen allemaal, hè, we moeten dit regelen, voor tenminste voor die basisscholen. Maar daar heb ik nog 1 partij voor nodig, namelijk dat bedrijfsleven. En die wilden allemaal mee tot op een gegeven moment. Maar nu zeggen ze allemaal, ga naar de branchevereniging, naar het afvalfonds. Ja. En die weigert op dit moment. Kijk, als die bedrijven zeg maar niet met jou op vrijwillige basis bereid zijn om te zeggen van, nou nee, dit gaan wij gewoon regelen met elkaar. Ja, uiteindelijk is in een democratie het volk de basis. Dan moeten we gewoon bij de Tweede Kamer zijn. En dan moeten, ja, die dat gewoon gaan regelen. Ja. En het zou mij niks verbazen als het daarop uitdraait. Je wordt natuurlijk platgebeld vandaag. Wel Coca-Cola nog maar een keer. Kijken of ze nu wel opnemen.
Nee hoor. Gisteren geappt. Ook nog. Zo even Albert Heijn nog even bellen. Ik dacht, belde Hema ook. Die ken ik ook. Ken ze ook goed. Ik zat vannacht te denken dat eigenlijk we een slag gemist hebben met Stientje. Het was een geweldige dag. Ik bedoel, en het evenement was geweldig, maar er was geen nationale pers aanwezig. Ja, dat is echt wel nodig op dit punt in de campagne. Want als ik wil dat dat verpakkende bedrijfsleven straks aanwezig is in Vinkeveen, dan moeten ze die druk wel voelen. Nee, goed, ik had mijn hoop hier toch echt op gevestigd dat we hier echt wel weer een klapper zouden maken. En dat het gewoon, ja, algemeen bekend zou zijn. En nu is het beperkt gebleven tot de Radio 2 item. Dus ik had een beetje het gevoel, het komt vanzelf wel. En ja, dat is niet zo. En om dat goed te doen, heb je iemand nodig die eigenlijk de hele tijd die redacties opbelt. Ja, ik ben een beetje chaot, dus in mijn telefoon. Ja, ik heb heel veel contacten, maar toch vanaf het subboard en dan wat bellen. Dat, dus nou goed, ja, ik kan niet zo goed zeggen. Je moet ook geluk hebben met dat soort dingen. Zo werkt het ook. En misschien is het wel een te ingewikkeld verhaal. Hè, suppen en leerlingen werven en ook nog eens achter de schermen al die partijen bij elkaar krijgen. Misschien is het ook wel te groot of zo. Of niet direct te vatten. Ja, we gaan naar de overkant, op de Foyle. En Kuis zijn we nu, we gaan naar Stavoren. Het is 20 kilometer, dus ik denk dat Lilianne dit een half uur doet. En ik doe er een uur over. Het is zaterdag en donderdag is al de bijeenkomst in Vinkeveen. Maar verpakkende bedrijfsleven heeft nog steeds niet toegezegd dat ze daar zijn. Dus ik heb nu al die bestuurders uitgenodigd. NVRD, VA, Suez, Renewi, Rijkswaterstaat, VNG. Alleen het verpakkende bedrijfsleven is er nog steeds niet. En het leek erop dat ze mee wilden. En eigenlijk, nou ja, dag 3 van mijn tocht begonnen ze zich terug te trekken. Ga dat maar oplossen met onze vereniging, met het afvalfonds. En ook die vereniging, die laat gewoon niet van zich horen. Het komt echt allemaal op het laatste moment, heb ik het gevoel.
Er is hier een kruising. Ik weet niet welke kant ik op moet. Dus ik moet even op de kaart gaan kijken. Waar ik nu precies ben. Snekemeer, die kant op! Goeiedag. Ja, want we zijn nu hier en daar moet ik dan er weer erin. Ja. Oh, dat is gewoon ja, het eind van dit dijkje. Het eind van deze daar erin. Ja. Oh, dat is handig. Ik ben al hoeveel dagen onderweg? 14 dagen? 14 dagen onderweg. Ja. Helemaal alleen. Nou ja, die jongens rijden mee. Ja, maar mee. Wel alleen. Ja, ja, alleen. Ja, ja, alleen. Ja. Succes! Dank u wel, hè. Maandagochtend. Ik ben om 8 uur uit Leeuwarden vertrokken. Het is nu iets over 10. Ik heb echt al misschien wel 10 telefoongesprekken gehad. Maar het lijkt erop dat het afvalfonds en het verpakkende bedrijfsleven gaat bewegen en aanwezig gaat zijn op donderdag. Dus het is echt hartstikke spannend. Ik werd gebeld op de sub na zessen door een vertegenwoordiger van de afvalfonds van de verpakkende bedrijfsleven. En die hebben me een tegenbod gedaan. Dus we zijn gaan onderhandelen. Ze willen dat er een ander soort pamflet komt. Ze bieden me aan dat ik met hen een educatief programma voor scholen ga draaien. Maar ik heb geweigerd. Ik heb het aanbod afgeslagen. Ik wil maar één ding en dat is dat zij gaan betalen voor het huishoudelijke afval wat van basisscholen afkomt. Niet meer dan redelijk. Ik vraag niet veel. Dit is wat ze van ze wil. Ik heb het bod afgeslagen. Zij gaat het weer terug communiceren aan het verpakkende bedrijfsleven, aan die Albert Heijn, Coca-Cola, Unilever en het afvalfonds. Dus ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Nog 3 dagen voordat het event in Vinkeveen. En de onderhandelingen staan nu echt op scherp. We zijn in Vinkeveen voor het afsluitende event. Ik heb alle belanghebbenden eigenlijk een soort mini-afvaltop georganiseerd met alle mensen die dit willen oplossen. En ik heb heel hard mijn best gedaan om ook het verpakkende bedrijfsleven hier te krijgen. Heel veel gesprekken met ze gevoerd. Allerlaatste moment afgezegd. Dus vandaag ministerie, Rijkswaterstaat, milieuorganisaties, Suez, Renewi, die zijn hier allemaal. NVRD, gemeentelijke inzamelaars, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Na al het werk wat ik al bellend op de sub heb gedaan, had ik natuurlijk op een wat groter resultaat gehoopt. Maar de echte doorbraak is niet vandaag. Dus dit waren al die partijen die hebben ondertekend. We hebben in de Kamer hebben natuurlijk wel bedacht van hoe kunnen we dit mooie initiatief, hoe kunnen we dat wel ervoor zorgen dat het kansrijk wordt. En D66, Jessica van Nijs en ik, CDA-Kamerlid, hebben er samen via motie voor gezorgd dat, dat er een doorbraak is gekomen. Want onze motie is breed gedragen en die heeft het gehaald. Het fundament is gelegd.
En nu moet het verder uitgerold worden. Je ziet vaak als er een paar actievelingen opstaan, dat dan ook de meute volgt. En dat zal hier hopelijk ook het geval zijn. En zeker als het ondersteund wordt, ook door de politiek, door de Tweede Kamer. Dan ben ik van overtuigd dat je alsnog je zin krijgt en dat het van de grond komt. Maar ja, je hebt even iets meer tijd voor nodig dan je had gehoopt. En er is nu een wettelijke beperking en die wettelijke beperkingen die moeten worden weggenomen. En daartoe roept de motie van D66 en CDA op om die wettelijke beperkingen weg te nemen en ervoor te zorgen dat in 2025 dat alle scholieren op basisschoolniveau dat die gaan afvalscheiden. Dus daar is die motie voor bedoeld. Deze motie hadden wij niet in het leven geroepen als we niet wisten van wat de feitelijke situatie op scholen was. We zijn toch steeds weer geholpen met mensen die ons het echte verhaal vertellen. En daar ben jij een goed voorbeeld van. Dus ik zou zeggen, ga zo door. En ik hoop dat we je nog heel vaak hier op het Binnenhof aantreffen. En dan komen er mooie dingen tot stand. Tijdens deze tour heb ik met tientallen mensen gesproken. Ik heb gezien hoe complex het probleem is, dat de belangen groot zijn. Maar dat moet ons niet tegenhouden dit op te lossen. Hoe we in de toekomst met plastic en ons afval omgaan hangt af van wat we onze kinderen meegeven. Daarbij is aandacht voor ons afval, hoe we het weggooien en het verminderen ervan, van het allergrootste belang. Het zou een automatisme moeten zijn dat we meenemen in onze hele levensloop. Met deze campagne hebben we afvalscheiden hoger op de agenda gekregen. Maar het mag sneller en het moet beter. We zullen ons moeten blijven inzetten voor een nieuwe generatie wakkere wegwerpers.